Veel, toch? Goedenavond, fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is Melissa Lovenwong en samen met Rozemarijn van Kalmthout en Sarlacia heb ik dit programma mogen maken voor de Bali Academie. En ik wil u allereerst vragen om allemaal even te gaan staan. Dank u. Voor de rechter van vanavond, Noralie Beijer. Kom in de balie, u kunt plaatsnemen. De zitting is geopend. Mijn naam is Noralie Beijer en ik fungeer vanavond als rechter in de hoorzitting over het behoud of de teruggave van de diamant van Banjarmasin. Ooit eigendom van Sultan Panembahan Adam van Banjarmasin uit Zuid-Kalimantan op het eiland Borneo. In de koloniale tijd zijn er heel veel objecten uit de voormalige koloniën naar ons land gekomen, om verschillende redenen. Na de onafhankelijkheid van die landen zijn er objecten teruggegeven, maar er zijn ook veel in Nederland gebleven. Ze hebben onderdak gekregen in particuliere huizen en in musea. De diamant van Banjarmasin bijvoorbeeld is vanaf 1902 opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum. Ik verwelkom hierbij dan ook twee medewerkers van het Rijksmuseum, Martina Gossink, hoofd van de collectie Geschiedenis, en conservator Jan de Hond. Om goed te kunnen oordelen over de vraag of de diamant van Banjarmasin terug moet naar Indonesië of hier mag blijven, zullen we vanavond een aantal getuigen aanhoren die door Diana Matroos in de rol van advocaat worden ondervraagd. Het gaat om een vrij complexe kwestie die de laatste tijd vaak besproken is in de media door deskundigen onder elkaar. En met deze hoorzitting willen we daar verder op ingaan. Aan het eind van de avond heeft u het laatste woord, want u bent vanavond namelijk de jury. Nadat u de getuigen gehoord heeft, kunt u een stem uitbrengen over wat er met de diamant moet gebeuren. En dit advies leggen we dan voor aan het Rijksmuseum, die het mee kan nemen in het onderzoek naar de herkomst van een aantal objecten, zoals vorig jaar is aangekondigd. Ik heb wat vragen aan u, leden van de jury. Wie van u heeft de diamant wel eens in het echt gezien? Ja, ik zie daar een hand. 2, 3. Ja, nou. Meer dan niemand. Wie voelt zich... Ben ik wel te verstaan daarachter? Ja. Wie voelt zich eigenlijk persoonlijk betrokken bij deze kwestie, los van de mensen van het Rijksmuseum zelf? Ja, toch nog iemand. Toch nog iemand, ja. En wie bekijkt deze zaak vanuit een museale hoek? Aha, voilà. Dat zijn de mensen van het museum. En is er toevallig ook iemand van de overheid? Van de gemeente? Niet? Ze zullen van ons horen. Dan kunnen we nu overgaan naar de getuigenissen. En als eerste roep ik naar voren Jan de Hond. Meneer de Hond, u bent conservator van het Rijksmuseum, waar u verantwoordelijk bent voor de 19e eeuw en de relatie tussen Nederland en niet-westerse landen zoals Indonesië. Dat klopt. De diamant van Banjarmasin bevindt zich in uw collectie. Dat klopt ook. Kunt u ons iets vertellen over de herkomst van de diamant? Dat is een ingewikkelde zaak, maar ik zal het kort proberen te omschrijven. Ja. Het is... De vroegste vermelding van de diamant is in de jaren 20. Dan is hij in het bezit van de toenmalige sultan van Banjarmasin, Zuid-Kalimantan, sultan Adam. En er is een reisbeschrijving waarin beschreven wordt dat hij om zijn nek hangt als een sieraad. De Nederlanders hebben al langer contact met Banjarmasin, al in de 17e en 18e eeuw. Engels tussenbewind in 1816 komen de Nederlanders terug. En die gaan zich bemoeien met de situatie in Banjarmasin. Er is een verdrag met de sultan, waarin de Nederlanders claimen dat ze
zeggenschap krijgen over zijn opvolging. Nou, er komt inderdaad een opvolgingsstrijd als de sultan in 1857 overlijdt. Dan zijn er twee opvolgers, sultan Tamjid en sultan Hidayat. De Nederlanders kiezen de kant van sultan Tamjid ten koste van Hidayat. Hidayat is veel populairder, ook bij de bevolking. Nederlanders houden vast aan Tamjid. En uiteindelijk komt er een opstand. Nederlandse troepen vallen Banjarmasin in, zetten de sultan Tamjid af en annexeren het en heffen eenzijdig het sultanaat op. En in die periode worden ook de rijkssieraden van de sultan worden geconfiskeerd, in bezit genomen, waaronder ook de diamant. De rijkssieraden gaan naar Batavia, toenmalig Batavia, komen daar in het museum van het Bataviaans Genootschap. En de diamant gaat in 1862 wordt hij naar Nederland gestuurd. Ja, ik had gelezen dat de diamant wel iets meer is dan alleen maar een sieraad. Ja, als het inderdaad de diamant tot de rijkssieraden behoort heeft. En wat we in de bronnen lezen, is dat het geval. Eén uitzondering. De minister van Koloniën zegt op een gegeven moment, het is geen rijkssieraad. Maar dat is waarschijnlijk eigen belang geweest, want hij wou hem verkopen op dat moment. En dan was het zinniger om het geen rijkssieraad te maken. Maar dan heeft hij ook een symbolische betekenis gehad, een spirituele betekenis. Dan was hij een symbool van de soevereiniteit van de sultan. En nog meer zelfs, hij had echt een spirituele betekenis. Als je de rijkssieraden bezat, dan had je ook de soevereiniteit zelf. Ja. Dus een zeer symbolische. En dat zie je ook heel mooi. Want op het moment dat de diamant naar Nederland wordt gestuurd, dan zegt de gouverneur-generaal, is het geen goed idee om die diamant, die dus symbool van de soevereiniteit van Banjarmasin was, om die in de kroon van Willem III te plaatsen. En dan zou hij dus voor in de kroon, net zoals de Koh-i-Noor. En die suggestie wordt ook gedaan. Nou, de ministers die zien die suggestie, vinden dat niet zo'n goed idee, want het is niet helemaal duidelijk of de kroon persoonlijk bezit was van de koning of niet. Dus dan wordt het wat onhandig. En uiteindelijk besluiten ze om aan de koning voor te stellen dat hij de diamant in bruikleen zou afstaan aan het Museum van Natuurlijke Historie en later aan het kabinet van Zeldzaamheden. Alleen de directeuren van die museum die willen hem niet. Die vinden de diamant niet interessant genoeg. En bovendien zijn ze bang dat ze dan allerlei extra beveiligingsmaatregelen moeten doen. Dus die zeggen nee, dank je. Dan zitten ze met de diamant en dan besluiten ze hem te slijpen. Want het is een ruwe diamant van 70 karaat. Dan wordt hij geslepen en dan willen ze hem verkopen. Het ministerie van Koloniën wil hem dan verkopen. De Nederlandse Handelsmaatschappij zou dat doen. Er is één probleem, ze krijgen niet genoeg geld. Dus ze blijven ermee zitten. Hij is veel minder waard dan ze gedacht hadden. In 1888 zeggen ze dan, is het geen idee om het aan het Rijksmuseum te geven. Het Rijksmuseum wil dat graag, maar wacht even. Omdat ze eerst een hele vitrine moeten bouwen met de beveiliging. Die vitrine is in 1897 klaar. En dan net vlak voordat hij naar het Rijksmuseum zou gaan, zegt de minister van Koloniën, ik wil hem alsnog verkopen. En dan wordt er weer een poging gedaan om hem te verkopen. En dat mislukt weer. En dan uiteindelijk in 1902 komt hij in bruikleen bij het Rijksmuseum. Ja. En hoe gaat het Rijksmuseum nou om met dit verleden wat u zojuist heeft geschetst? Hij is heel lang niet tentoongesteld geweest, de diamant. Na de Tweede Wereldoorlog is hij al vrij snel het depot ingegaan. Bij de herinrichting hebben we hem heel bewust weer op zaal gezet. Omdat we bij de herinrichting, een van de doelstellingen van de koloniale zaal in de 19e eeuw was, aandacht schenken aan de herkomst van de stukken. Dus niet de schoonheid van de diamant, maar we wilden hem echt laten zien, wat is nou de herkomst van die koloniale stukken? En die zijn vaak verweven met koloniaal geweld. En daarom hebben we bijvoorbeeld de Lombokschat, maar ook de diamant van Banjarmasin, weer op zaal gesteld, om heel duidelijk te laten zien dat verhaal van hoe die hier terecht is gekomen. Dus dit verhaal wat u net verteld heeft, dat staat in het kort daarbij? In het heel kort. In september maakte het Rijksmuseum bekend dat een aantal objecten uit de collectie onderzocht worden op herkomst. Hoe staat het met dat onderzoek? We zijn nu in de afrondende fase van die pilot. We hebben 10 objecten genomen. In de pers is het overgekomen alsof we die 10 objecten gaan onderzoeken. Alsof dat de meest betwiste objecten zijn en op het eind dat we dan zouden zeggen ja of nee.
Dat is niet helemaal waar. We hebben een pilot genomen waarin we heel verschillende objecten hebben genomen om te kijken in een vervolgonderzoek wat voor vragen en wat problemen dat allemaal zou opleveren. Is de diamant daar ook bij? De diamant is een van die 10 objecten. En de diamant is echt een voorbeeld van oorlogsbuit. Maar aan de andere kant zit ook iets wat gekocht is in de jaren 30 in een Parijse handelaar. Waarvan het veel onduidelijker is wat de herkomst is. Waar houdt u eigenlijk rekening mee met zo'n onderzoek? Nou, een van de dingen die naar boven is en wat natuurlijk voor ons heel moeilijk is, is dat eigendomskwestie. Dat is een van de. Als je puur naar juridisch eigendom kijkt, dat is heel lastig. Want je kijkt naar wetgeving, koloniale wetgeving in die periode. En dan kan het best volgens die koloniale wetgeving kloppen. Maar die koloniale wetgeving bevooroordeelt altijd de kolonisator en nooit de oorspronkelijke eigenaar. Dus je moet kijken naar moreel eigendom, wat alweer veel lastiger te bepalen is. Hard law, zeg maar, is bij lange na niet altijd uitsluitend. Daar kunnen we niet altijd iets mee. Bovendien is het dan verjaard. Dus we moeten ook kijken naar andere methoden ook om dat eigendom vast te stellen, dat moreel eigendom. En dat zou kunnen zijn via verdragen. UNESCO-verdragen zijn er geweest. Maar we kunnen ook kijken bijvoorbeeld naar wat er gebeurd is met de roofkomst uit de periode 1933-1945, waar we meer ervaring hebben, maar een soort restitutiecommissie is gekomen. Nou, dat is bijvoorbeeld één van de aspecten. En zelfs als we een moreel eigendom hebben, dan zou je nog kunnen zeggen, dan moeten we ook kijken waar die objecten, dat wil nog niet zeggen dat ze altijd meteen teruggegeven moeten worden. Je kunt ook voorstellen dat je een bruikleen doet, dat je uitwisseling, samenwerking, dat je samen, in dit geval met Indonesië bepaalt, zou het dit verhaal niet beter op zijn plaats zijn in Nederland om het daar te vertellen, of juist in Indonesië, dan zijn er nog legio-mogelijkheden. Maar dat moet je in overleg doen. Om toch een voorschot te nemen op wat er hier straks allemaal gezegd wordt, wat wilt u als Rijksmuseum? Wilt u die diamant houden of denkt u, nou, hij hoort toch eigenlijk daar? Het zou heel raar zijn als ik dat nu al zou zeggen aan het begin van het onderzoek, want dan hoef ik geen onderzoek meer te doen. Dat is de reden waarom dat we onderzoek gaan doen. Voor ons is die uitkomst nog open. Het is niet per se dat we die diamant moeten houden. Alles is nog open. Waar ik heel benieuwd naar ben, en zeker in deze fase, is wat mijn collega's daarvan vinden, wat de specialisten daarvan straks vinden en wat de zaal vindt. En het Rijksmuseum in deze fase moet denk ik alleen maar luisteren en horen wat anderen daarvan te zeggen hebben. Dank u, meneer De Hond. Dank u. Dan geef ik nu graag het woord aan Diana Matroos, die vanavond dus als advocaat optreedt. Ik zou graag als eerste willen horen mevrouw de rechter Jos van Beurden. Meneer van Beurden, u bent geboren in Rotterdam. Klopt. Klopt het ook dat u bent afgestudeerd als meester in de rechten met een specialisatie in rechtsfilosofie en conflictstudies? Ik ben doctorandus in de rechtswetenschap met de genoemde specialisatie. U bent ook actief geweest als journalist, hè? Ja. In Azië en Afrika, ja. Dat klopt ook. Ja. Wat deed u daar? Dat ging aanvankelijk over onderwerpen als internationale samenwerking, globalisering. Maar langzaam maar zeker, eigenlijk vanaf 1990 zo'n beetje, schoof dat op richting de bescherming van het cultureel erfgoed van die kwetsbare landen daar. Ja. Kunt u in het kort uitleggen waar uw promotieonderzoek over ging? Dat werd gepubliceerd in het boek, ik citeer, Treasures in Trusted Hands on the Future of Colonial Cultural Objects. Ja, in dat onderzoek stond centraal de vraag. Ja, dat zei u net zelf al, in de koloniale periode zijn er ongelooflijk veel culturele en historische schatten naar Europa gekomen, ook naar Nederland. En de vraag die ik daarin aan de orde heb gesteld is van, hoe zijn we er eigenlijk aangekomen? Wat weten we daarvan? En wat moet daarmee gebeuren? Wat is de toekomst voor die objecten? Dank u wel, meneer De Hond. Ik geef nu het woord aan mevrouw Matroos. Dank mevrouw de rechter. Meneer van Beurden, fantastisch dat u er bent. U houdt zich al bijna 30 jaar bezig met het koloniaal cultureel erfgoed. U onderzoekt hoe landen en volken ermee om kunnen gaan. Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp voor u? Wat mij altijd geïnteresseerd heeft, om het heel kort te zeggen, is onrecht.
onrecht in de wereld, onrecht ook op microniveau, op alle niveaus. Ik ga mijn loopbaan niet vertellen, maar dat komt wel tot uitdrukking. En op een gegeven moment, ik was in 1991 was ik in Mali in West-Afrika. Ik sprak daar met de directeur van het Nationaal Museum in Bamako. En die zei, wij hebben een gigantisch probleem, want wij verliezen al maar het grootste deel van ons materiële erfgoed is eigenlijk weg. En dat is niet iets wat vandaag begonnen is, maar dat is al heel lang bezig. En hij zei, eerlijk, wij als Mali zijn deel van het probleem. En toen heb ik automatisch aangevuld, wij zijn de andere kant van het probleem, want wij zijn de marktlanden waar die objecten terechtkomen. En dat was voor mij een soort start om daar echt mee aan de slag te gaan. U heeft het echt heel diep onderzocht en bent er ontzettend veel mee bezig. U heeft veel gereisd en heeft ook altijd die verhalen op eenzelfde manier teruggehoord als de directeur van het Nationaal Museum in Mali waar u over sprak. Het gaat zelfs zo ver dat u thuis geen oude beelden heeft. Vindt het gaat u zo aan het hart dat u daar nieuwe beelden alleen heeft staan. En u zegt ook, ik kan niet meer onbekommerd door musea lopen. Wat gebeurt er met u als u nu door musea in Nederland bijvoorbeeld loopt? Ik zal maar eerlijk zeggen, voordat ik hier kwam, ben ik nog even in het Rijks langs gegaan. Ja. Zaal 1.17. En daar ligt die diamant. Het is zo'n klein dingetje. Maar ik heb dan een heel raar gevoel. Van, ik kom daar binnen en eigenlijk voel ik me een beetje ongemakkelijk. En vanmiddag heb ik me zitten afvragen. Ik moet vanavond iets te melden hebben. En toen dacht ik van, waarom vind ik dat nou? Omdat ik vind die opstelling veel te esthetisch. Weet je, er staan bijvoorbeeld 7 kanonnen. Keurig opgepoetst, keurig strak in het gelid naast elkaar. En ik denk, ja, maar er zijn oorlogen mee gevoerd. Daar zijn mensen mee gedood. En daar staat er wel bij, het is oorlogsbuit. Dus het staat er wel bij. Maar de opstelling vertelt eigenlijk iets anders. Die zegt van, hoe netjes zijn we wel niet op onze spullen. En dan zie je daar in de verte die diamant liggen. En dan denk je van, ik ben zeker bij een juwelier beland of zo. Want er staat een keurig sportje op. En ik denk, die diamant is ooit van een lichaam afgerukt. Daar zit bloed aan. En dat staat er wel bij, maar ik voel een soort gespletenheid waar ik echt last van heb. Ja, u mist het volledige verhaal als ik het zo onder woorden mag brengen. Ja, het staat er wel, maar dan moet je soms op je knieën gaan zitten, ja, om het te lezen. Ja. Ik zou dat anders willen. We hoorden net ook meneer De Hond van het Rijksmuseum natuurlijk iets aangeven over wat de geschiedenis is van deze diamant. En dat is inderdaad een verhaal dat ik ook ken als ik de stukken lees. Maar wordt er in dat verhaal niet te veel aan voorbij gegaan dat de opvolgingskwestie, hè, die natuurlijk ter sprake stond en waardoor die diamant uiteindelijk is ingenomen, dat het ook dynastieke problemen zijn die door het koloniale verleden zelf zijn veroorzaakt? Ja. Dat verhaal mist wellicht. Ja, nou ja, ik kan me voor, als je zo'n bordje hebt, kan er niet alles op staan. Maar het is een heel wezenlijk onderdeel dat Nederland is voor een groot deel verantwoordelijk voor de onrust en voor het destabiliseren van dat soort sultanaten. Want dat was onderdeel van de koloniale politiek. En Caroline Driehuis heeft daar duidelijk over geschreven. Van, Nederland heeft dat gedestabiliseerd en daardoor ging het ook steeds slechter. En op een gegeven moment dan geeft zo'n vorst niet toe en dan wordt hij in de pan gehaakt. En ook over de sultan zelf zijn ook wat andere verhalen. Hij wordt als een zwakke man afgebeeld, terwijl dat misschien ook enigszins verkleurd is. Als we even kijken. Nou ja, ik vond het al positief dat de heer De Hond net had over de verschillende functies van die diamant. Die had een helende functie, die had een rituele functie, gewoon het aanzien van die vorst. En dat wordt dus gewoon maar weggepikt. En daarom is die dus ook zo belangrijk mogelijk voor Indonesië, waardoor deze vraag ook centraal staat. Even los van die diamant, is het ook een moment om met elkaar te kijken. Die diamant staat natuurlijk niet op zichzelf. Nee. Er zijn veel meer kunstwerken waar wellicht wat vragen over zijn. Durft u een inschatting te maken over hoeveel werken het gaat? Nee. Nee, wat ik zelf doe, dat kan gewoon niet. Weet je, daarvoor is het gewoon te veel. Ik ben in mijn boek begonnen om heel voorzichtig in kaart te brengen de stroom van die objecten naar Europa. Nou, dan zeg ik van, er zijn objecten die zijn gewoon keurig verworven. Bijvoorbeeld ook in 1.17, daar staan diorama's uit Suriname en zo. Dat is gewoon een win-win situatie geweest. Maar om handelsrelaties aan te gaan, bijvoorbeeld. Ja, er staan ook bijvoorbeeld lansen. Ja. Een lansenrek van gouverneur-generaal Bout. En dan staat daarbij dat hij in 1834, na de bloedige Java-oorlog, dat hij die lansen kreeg van lokale vorsten. En dan staat er onder, even kijken, wat stond er ook alweer?
Ik moet even mijn blaadjes spieken hoor. Even spieken. Van. Ja. Het was onder een afgedwongen loyaliteit. Okay. Nou, dan denk ik, ja, dat zijn dan officieel giften. Maar in feite is het afgedwongen. Daar zit geweld achter. Ja. Want het koloniale systeem was een gewelddadig systeem. Dus ja, je komt heel veel tegen. En je ziet wel, bijvoorbeeld als je het Tropenmuseum, Volkenkunde, maar ook het Rijksmuseum. Als je naar het museum in België in Tervuren gaat kijken. Die hebben echt honderdduizenden objecten. Indonesië is toevallig redelijk goed af. Maar als je in Afrikaanse landen gaat kijken, dan is het gewoon heel vaak pijnlijk om te zien. Hoeveel het er zijn? Hoe weinig daar worden tentoongesteld. U kunt dus niet een exacte inschatting maken over de aantallen. Zou u wel kunnen aangeven of u het idee heeft dat Nederland of andere landen met voormalige koloniën zich voldoende bewust zijn van de verdeling en onevenredige verdeling van culturele objecten? Ja, ik denk wel dat dat bewustzijn er langzamerhand is. Dat is onmiskenbaar. Alleen er wordt niks mee gedaan nog. Want kijk, het Rijksmuseum is nu een pilot onderzoek begonnen. We moeten afwachten wat eruit komt en wat er feitelijk gebeurt. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is, is dat eind november heeft de Franse president Emmanuel Macron in Burkina Faso gezegd dat Frankrijk aan de slag moet met al die voorwerpen die het uit Afrika hier naartoe heeft laten komen. En er begint dus wel wat los te komen. In Duitsland is er veel los. In Scandinavië zie je voorbeelden. Dus er gebeurt wel van alles. Maar het gaat nog heel, heel langzaam. En er wordt gepraat over teruggave, maar er wordt niet teruggegeven. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik. Kijk, de tijden veranderen. We leven in een andere wereld. De machtsverhoudingen veranderen. Mm-hmm. Maar ook het ethisch bewustzijn verandert. En wat je ziet is dat ook de conservatoren in het Rijksmuseum, maar ook in de volkenkundige musea, die werken nauw samen met collega's in de herkomstlanden. En dan gaat het schuren. Kijk, in Tervuren bij Brussel liggen 120.000 voorwerpen uit Congo in de depots. In Congo zelf hebben ze er een paar duizend. Dan valt er van alles aan te merken op Congo. Maar als je daarover nadenkt, denk je, ja, maar dat kan toch gewoon niet? Dus de ethiek is aan het veranderen. En ik denk ook dat we heel blij moeten zijn met de komst van veel migranten, die ons veel meer, of mensen van kleur, of hoe je het wil noemen, die ons veel meer confronteren met die ongelijke verdeling. En die spiegel voorhouden. U noemde Congo, u heeft daar ook een voorbeeld van, een kunstwerk om ook aan te tonen dat het niet alleen over de diamant gaat. Ja, daar is het. Ik sprak een Belgische collega, die was in 2016 in een dorp in Congo, had deze foto bij zich van dit beeld. Hij liet die foto zien aan de bevolking in een dorp en een aantal mensen begonnen te huilen. Die zeiden, dat is van ons, dat is van ons. En hij is dat uit gaan zoeken. Hij kon uiteraard dat beeld niet terugbrengen. En hij kwam erachter dat dat beeld was als oorlogsbuit in beslag genomen in 1878. Toen hebben de dorpsleiders onmiddellijk gevraagd of het terug kon komen. Want het was een ritueel beeld. Het had een bepaalde waarde voor hun. Dat is toen niet gebeurd. In 1960 was het onderdeel van de onderhandelingen tussen België en Congo. En België heeft daarmee gesjoemeld. En dat beeld is niet teruggegaan, terwijl het wel op de lijst stond. En nu in 2016 dus laat zo'n dorp opnieuw weten van wij willen graag dat beeld terug hebben. Eigenlijk hoort het hier. Hier is het in vertrouwde handen. En je ziet dus dat, kijk, die diamant, dat is iets van koninklijke bloeden, kun je bijna zeggen. Hè? Maar je ziet ook op basisniveau, op dorpsniveau, dat er echt behoefte is aan dat soort objecten. Ja, dat verhaal staat niet op zichzelf. Kunt u ook aangeven door alle deskundigen die u heeft gesproken rond alle reizen. Indonesië heeft natuurlijk in de jaren 70 al een wensenlijst van 10.000 objecten ingediend. Ja. En Nederland geeft daar tot nu toe weinig gehoor aan. Waarom is het zo moeilijk om die objecten terug te geven? Dat is heel ingewikkeld. Want kijk, we praten dan over de jaren 70. Als je kijkt naar de directeur van Volkenkunde, Leiden, waar de meesten waren, die hing eigenlijk permanent aan de rem. Hij probeerde zo min mogelijk terug te geven. Hij moest geduwd worden door mensen in de regering om te zeggen, nou, wees een beetje scheutig, want dat kan niet. Uiteindelijk gingen er een aantal objecten terug. Maar bijvoorbeeld het belangrijkste daarvan was een 13e eeuws beeld, de Prajnaparamita, een prachtig beeld, de Mona Lisa van Azië heet dat. Maar Indonesië had om nog 4 beelden gevraagd. Die stonden ook op die lijst en die werden expliciet genoemd in de onderhandelingsstatements. Blijkt uit de archieven. En wat gebeurt er? Die directeur heeft er zodanig gewerkt dat hij die 4 andere objecten kon houden. Die staan nu pontificaal in het museum in Leiden. En elke keer als ik daar binnenkom, doet het mij pijn
dat er bij de ingang, daar staat een grote Ganesha. Indonesië had dat terug willen hebben en het is nooit teruggegeven. En ja, en dat staat er niet eens bij. Zouden dan op zijn minst kunnen zeggen van, het is gevraagd door Indonesië, maar het is niet teruggegeven. En juridisch gezien heeft Indonesië geen poot om op te staan. De zaak is verjaard. Ja. Zou UNESCO nog een uitkomst kunnen bieden in dit hele verhaal? Dat is ingewikkeld. Kijk, UNESCO heeft... Dat is best ingewikkeld. Ik moet daar iets vertellen. Dat zal straks misschien met mevrouw Van Essen ook nog aan de orde komen. Mm-hmm. Er is in 1970 een Ik zou wel willen vragen of u het beknopt zou willen houden. Goed. Gezien ook een aantal belangrijke vragen die ik u nog moet stellen. Oké, goed. Ja. Ik betwijfel of UNESCO daarbij kan bemiddelen. Ik denk dat dat bilateraal... Ik heb er ook andere ideeën over, als ik heel eerlijk ben. Van UNESCO doet daar wel dingen in, maar die zijn tot nu toe niet heel effectief gebleken als het gaat om koloniale objecten. Wel als het gaat om de huidige smokkel en illegale handel. Oké, maar met terugwerkende kracht is dat dus heel lastig, geeft u aan. We gaan inderdaad straks van mevrouw André van Es horen hoe zij daarin staat. Laten we kijken wat u nou ziet als oplossing. Want u geeft meerdere malen aan, het gaat u aan het hart. En u vindt dat het niet klopt dat bepaalde werken hier zijn en die horen terug in bepaalde landen van herkomst. Ja. Omdat het ook wellicht een mensenrecht is om hun geschiedenis daar te kunnen vertellen. U zegt in uw proefschrift, en mevrouw de rechter verwees al eventjes naar een aantal richtlijnen. Deze zijn gebaseerd ook op principeverklaringen voor nazi-roofkunst. In 2001 werd de restitutiecommissie door OCW opgericht. Deze commissie is natuurlijk actief bezig met het opsporen van nazi-roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog. En deze roofkunst wordt aan erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar gerestitueerd. Men kent al deze verhalen ook uit de nieuwsverhalen die daar natuurlijk over zijn gebracht. En de kenners weten het ook als geen ander. U gebruikt, en we zien ook wat principes nu hier in beeld, u gebruikt die principes als uitgangspunt voor de oplossing voor objecten uit het koloniaal verleden. Ja. Kijk, de overeenstemming tussen nazi-roofkunst en koloniale roofkunst is dat beide gebaseerd zijn op historisch onrecht. Er zijn ook gigantische verschillen. Met name het kolonialisme duurde 5 eeuwen, de nazi-periode zeg maar 15 jaar. Mm-hmm. Bij de nazi-roofkunst heb je individuen die dat terugeisen nazaten van families. Bij koloniale roofkunst is dat veel ingewikkelder. Ook bij die diamant moet dat dan terug naar de sultan, moet dat terug naar het Nationaal Museum. Ja? Dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. En dus er zijn grote verschillen, maar ze hebben gemeenschappelijk dat het historisch onrecht is. En dus heb ik toen gezegd, nou dan zou je die Washington Principles, want zo heten ze, die zou je kunnen aanpassen voor koloniaal erfgoed. En dan moet je een aantal dingen doen. En ze staan daar geprojecteerd. En wat je moet doen onder andere is dat die definitie moet aanpassen. Ik heb daar centraal in gesteld eigenlijk voorwerpen die zonder die onvrijwillig bezitsverlies en die zonder compensatie zomaar zijn meegenomen. Daar moet je op gaan focussen. En die moeten geïdentificeerd worden. En ik heb gezegd ook in nummer 4 dan dat je moet accepteren dat je soms het bewijs heel moeilijk rond kan krijgen. Mm-hmm. En de Nederlandse Restitutiecommissie die weet dat ook, die voor nazi-roofkunst. En wat zou dan nu wel werken als deze commissie op die manier ook hiervoor aan het werk zou gaan? Nou, er staat ook in dat je landen actief moet stimuleren om claims in te dienen. En wat ik tot nu toe bijna altijd hoor is dat zeggen, ja, maar we krijgen geen claims van die landen, dus we kunnen ook niks doen. En ik denk, je moet gewoon zeggen, nou, we hebben objecten. En mevrouw Gosseling gebruikt in de tijd in de krant het woord stinken. Ik heb alleen maar gezegd, er zit een luchtje aan. En, nou, dat is flauw. En die objecten, je zou dus kunnen zeggen, nou, die moeten we echt gaan uitzoeken. Dus Europa heeft werk te doen. Europa moet net als het Rijksmuseum gaan uitzoeken wat ze aan besmette kunst in huis hebben. En daarmee naar buiten komen. Dank u wel. We moeten het hierbij laten. Okay. Dank u wel. Wie is de volgende getuige, mevrouw Matroos? Ik zou graag mevrouw de rechter André van Es willen horen als getuige. Mevrouw van Es, u bent geboren in Den Haag. Ja. U bent ook actief geweest in de politiek. Zo is als het. Als Kamerlid, wethouder van Amsterdam. En u bent nu voorzitter van de Nationale UNESCO-commissie. Klopt het dat een van de kernactiviteiten van UNESCO het beschermen is van het cultureel erfgoed? Ja, dat is
Dat is een van de hele belangrijke poten van UNESCO. Je zou kunnen zeggen, UNESCO staat voor... Het is een landenorganisatie. Landen van over de hele wereld zijn daarin georganiseerd. Het is een onderorganisatie van de Verenigde Naties. En UNESCO, ik noem het wel eens de soft power... Wil graag door aandacht te besteden aan niet alleen erfgoed... maar ook culturele diversiteit... proberen om vrede te brengen in de harten en de hoofden van mensen. Bringing peace in the minds of men. Ja, en de diamant waar het vanavond om gaat? Ja, de diamant daar... mij is niet bekend dat UNESCO daar op een of enige wijze... actief bemoeienis mee heeft gehad. Maar wel natuurlijk veel ruimer de vraagstukken die daar omheen aan de orde zijn. Dank u. Geef het woord aan mevrouw Matroos. Dank. En mevrouw Van Ets, u gaf al even aan waar UNESCO zich mee bezighoudt. En waarschijnlijk niet met de diamant. Maar als het gaat om kwesties als deze, hoe is UNESCO dan wel betrokken? UNESCO heeft verdragen op het gebied van erfgoed, cultureel erfgoed, het behoud daarvan. De meest relevante conventie op dit gebied is een conventie uit 1970, een verdrag... dat specifiek gaat over manieren om illegale import, handel en export in culturele eigendommen tegen te gaan. Dat verdrag richt zich op het nemen van preventieve maatregelen om tegen te gaan, om illegale handel op te sporen, te bestraffen. En zoals Jos van Beurden al zei, dat werkt in deze jaren betrekkelijk tot goed. Als het gaat over dingen die nu gebeuren. Het maar wat daar ogenblikkelijk bij hoort. Nog het positieve. Wat men ook probeert is bijvoorbeeld kennis te vergroten... door douane meer bij te brengen over... meer te kunnen laten herkennen als er iets aan de hand is... met betrekking tot import of export, illegale handel. Bewustwording onder handelaars, bewustwording onder reizigers. We hebben volgens mij allemaal deze dagen wel... vaker zo'n spotje langs zien komen van... wat stop je in je koffer als je terugkomt van vakantie? Ik zou u even bij dit verhaal willen houden. Want u geeft aan hoe we daar mee bezig zijn. Niet zozeer met de diamant. Moet ik het zo zien dat we meer met de zaken bezig zijn... zoals nu bijvoorbeeld in Syrië zouden kunnen spelen... en dat dit verdrag pas geldt vanaf het moment dat het geratificeerd is... en dus niet met terugwerkende kracht werkt voor het koloniaal verleden? Ja, sterker nog, het verdrag is uit 1970. Hè, dus dat is al sowieso geldt het niet voor al die dingen die voor 1970 gebeurd zijn. Maar Nederland heeft het verdrag pas in 2009 geratificeerd. Aha. En dan komt daar ook nog bij dat Indonesië het verdrag helemaal niet heeft getekend of geratificeerd. Dus dit verdrag gaat ons niet helpen bij de diamant. Daar kunt u op dit moment dus niks mee op die manier. Dan zit we ook nog met het feit dat het juridisch allemaal verjaard is. Dus daar kan men ook niet op terugvallen. Zouden we wel op dit verdrag kunnen terugvallen, het UNESCO-verdrag? Niet officieel, maar wel als een soort leidraad, als een meer een soort ethische code? Als een, je zou zelfs kunnen zeggen, als een morele verplichting. Wat UNESCO wel doet, is toch het stimuleren van landen om conflicten op dit soort terreinen met elkaar op te lossen. Er is ook met de conventie zo'n onafhankelijk comité in het leven geroepen, zou je kunnen zeggen, ter bemiddeling van dit soort conflicten. Landen kunnen dat voorleggen, aan hun conflicten voorleggen aan dat comité. Sterker nog, daar hoef je geen partner bij het verdrag voor te zijn. Dus Indonesië kan ook eventueel een claim, de kwestie van de diamant, voorleggen aan dat comité samen met Nederland. Dat is bij mijn weten tot op heden, jammer genoeg, zou ik kunnen zeggen, niet gebeurd. Oké, dus dat zou de uitnodiging kunnen zijn om dat wel te doen. En wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, niet op basis, het verdrag biedt geen uitkomst, maar wel... De gedachte daarachter, de morele verplichting. Bij de voorbereiding van deze avond stuiten wij ook op... en het is op zich wel interessant, wil ik toch even voorlezen... al een uitspraak uit 1978 van de toenmalige directeur-generaal Mbo van UNESCO... die zich heel sterk heeft uitgelaten over de morele verplichting... tot teruggave van cultuurgoederen.
En hij zei toen in een toespraak, een openbare toespraak, de mensen die slachtoffer zijn geworden van de culturele plundering, soms wel voor honderden jaren, zijn niet alleen beroofd van onvervangbare meesterwerken, maar ook van een herinnering die zonder twijfel zou hebben bijgedragen aan grotere zelfkennis en anderen de kans zou hebben gegeven hen beter te begrijpen. Deze mannen en vrouwen zijn beroofd van hun cultureel erfgoed en om die reden vragen zij om teruggave van tenminste die kunstobjecten die hun cultuur vertegenwoordigen, die zij van cruciaal belang achten en waarvan de afwezigheid hen grote pijn doet. Dat is een legitieme claim en UNESCO, gedreven door de grondwettelijke verplichting voor het behoud en de bescherming van het universele erfgoed, bestaande uit kunstwerken en monumenten van historisch en wetenschappelijk belang, UNESCO moedigt om die reden aan dat alles wordt gedaan om aan dit doel te voldoen. Ja, en als ik het dan naar deze zaak zou kunnen vertalen, is het een schending van mensenrechten om roofkunst niet terug te geven aan het land van herkomst, als ik uw woorden op deze manier beschouw? Dan moet ik toch weer zeggen, nee, waarom? Omdat, schending van mensenrechten, dan kijk je naar het VN-mensenrechtenverdrag. En dat biedt op dit gebied weer geen uitkomst, want, ook weer toch maar weer aanhalen, om daar precies in te zijn. Er is artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En volgens dat artikel heeft een ieder het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, daar de vruchten van te plukken. En daarnaast heeft men recht op de bescherming van materiële belangen van het culturele werk dat hij heeft voortgebracht. Maar ook dat, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van na de Tweede Wereldoorlog. En de vraag is dus of het roven van een diamant, dat behoorde aan een sultanaat in medio 19e eeuw, een schending van de rechten van een persoon of een gemeenschap is. Dat is meer immaterieel en dit gaat meer over materieel. Er is ook een archeoloog die zegt dat de UNESCO te veel gericht is, wellicht op de materiële zaak. En ik zou u ook een rechtsfilosoof willen voorleggen, Veraard, die zegt mensenrechten en cultureel erfgoed hebben meer met elkaar te maken dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Wie iemands cultuur vernietigt, vernietigt ook zijn persoon. Geweld tegen minderheden gaat vaak gepaard met de vernietiging van cultuur van de betreffende groep. En daarom is herstel na een gewapend conflict volgens hem onlosmakelijk verbonden met de restitutie van verdwenen erfgoed. Ja, dat is zeker waar. En je zou ook zeggen, alles wat er nu gebeurt, op die manier schending van of het roven van cultuurgoederen, als dit zich nu zou hebben, of nu zou hebben voorgedaan, wat zich nu voordoet, ja, dan zouden we onmiddellijk zeggen, dat is onrechtmatig. Hè? Ja, ook in een gewapend conflict. Je mag alleen niet hier is dus de terugwerkende kracht een moeilijk punt. En u zegt, er ligt wel een kans voor Indonesië om te gaan vragen in dit hele verhaal. Vindt u ook dat er een rol is weggelegd voor de musea? Want het is enerzijds wijzen naar Indonesië, maar de musea hebben hier wellicht een rol? Ja, de musea hebben zeker een rol. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je op dat spoor doorgaat van het vraagt om bemiddeling, om samenwerking, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het erfgoed. Dat geldt voor de staten, voor de lidstaten en voor landen die daarbij betrokken zijn. Maar het geldt misschien nog wel beter voor musea, de professionals die daarbij betrokken zijn. Ik denk dat daar meer ruimte is ook om tot overeenstemming te komen. Ik denk ook dat musea daarbij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Er is ook een code voor de musea. Er is ook een aanbeveling in UNESCO-verband voor musea. Je zou kunnen zeggen dat richt zich ook op het samenwerken met musea, in dit geval in Indonesië. Maar het richt zich ook op hoe je educatieve taak die je hebt als museum en hoe stel je dan de objecten hier tentoon? En welk verhaal vertel je erbij? En voor wie doe je dat? En zorg je ervoor in elk geval dat, je zou ook met elkaar de afweging kunnen maken op welke plek is het voor de mensen in Indonesië, die de afstammelingen van het sultanaat zou je kunnen zeggen, die pijn hebben aan het verlies van het object. Op welke wijze en op welke plek, met welk verhaal is de tentoonstelling het beste gediend? Nou, daar zouden musea zeer intensief met elkaar over in gesprek moeten en kunnen.
Dus u geeft in eerste instantie aan, er is weinig mogelijkheid voor UNESCO om hier iets te doen. Maar al sprekende zijn er dus meer openingen wellicht dan we in eerste instantie hebben geconstateerd. Hoe staat u tegenover de principes van de heer Jos van Beurden, die natuurlijk net ook al heeft aangegeven, en hij heeft dat ook eerder gedaan, dat we aan de hand van de richtlijnen voor natieroofkunst ook zouden moeten kijken naar koloniaal erfgoed? Ik denk dat een hele sterke manier is om voor te bouwen op de Washington-principes over roofkunst in de Tweede Wereldoorlog of door het naziregime. UNESCO heeft zelf ook overigens een aantal principes. Daar kan je al zien wat aan het begin van de avond aan de orde kwam. Het ethische denken over kwesties als deze gaat door. Het denken over het koloniale verleden en hoe zou je daarmee in het reinen moeten komen wereldwijd gaat door. En daar zijn dit soort principes een hele belangrijke, kunnen daar een heel belangrijke bijdrage aan leveren. Ik zou er voor zijn om de principes zoals beschreven door Jos van Beurden, om die ook op te nemen in UNESCO-verband. En ze zeggen, nou, dat comité wat ingesteld is om te bemiddelen, zou ook op basis van deze principes kunnen functioneren. Dus de UNESCO zou daar een rol bij kunnen vervullen door zo'n commissie wellicht te leiden? Het comité wat er nu bestaat, als het ware meer te sturen richting een commissie waar Jos van Beurden het over heeft. Maar dat laat onverlet dat je ook als Nederland zelf zo'n commissie in het leven kan en zou moeten roepen. Ik bedoel, je kan het niet allemaal multilateraal in wereldverband doen. Ja. Mijn laatste vraag, want daar is dus, hoor ik u op meerdere manieren zeggen, toch een opening om verder te komen. We hebben natuurlijk gezien, als het gaat om natieroofkunst, waar ook die principes nu door de heer Van Beurden zijn vertaald, dat daar veel meer aandacht voor is geweest. Terwijl als we kijken in tijd, is dat natuurlijk recenter als dat het koloniale verleden het geval was. Heeft u een verklaring voor waarom dat nog zo moeizaam van de grond komt als het gaat, als je dat vergelijkt met de natieroofkunst? Is misschien teruggeven en verder komen op dit dossier ook schuld bekennen als het gaat om ons koloniaal verleden? Dat is een soort van gewetensvraag. Ongetwijfeld spelen er dat soort elementen. Ik denk dat het meer gaat om harde materiële gegevens, maar dat is omstandigheden. Maar dat zou je eigenlijk meer moeten vragen aan iemand die politiek verantwoordelijk is, aan Nederland als lidstaat van UNESCO. Er spelen allemaal dingen een rol in termen van hoe leeg worden de musea in Nederland. Er spelen dingen een rol als dus er is veel materiëler, zeg maar, eigen belangen ten opzichte van het belang, in dit geval van Indonesië. Maar dat speelt ook bij de natieroofkunst. Dan gaat het ook onze musea worden leger en wij willen graag die schilderijen behouden. Maar dus je zou toch kunnen zeggen dat hier sprake is van een ongelijkheid, zeker als je het in tijdsbepaling van onze geschiedenis zet. Ja, dat is waar, maar zoals Jos van Beurden al zei, daar waren ook of zijn ook individuen die hun bezit terugvragen. En je moet eens aan hen vragen of zij vinden dat het snel gegaan is. Ik denk niet dat men dat vindt. Hè. Dus ook daar heeft het lang geduurd. En dan zou je kunnen zeggen, als het gaat over koloniale roofkunst, dan gaat het over zoveel meer, in zoveel complexere verhoudingen, met vragen als de diamant van het sultanaat, wordt daar, is dan de Indonesische huidige regering de erfopvolger, die erkend wordt, ook door een lokale gemeenschap, bij wijze van spreken. Ja, nee, ik snap die ingewikkeldheden. Dus dat is heel, maar ik denk dat die daar ook zijn bij de natieroofkunst. En daarom wilde ik het toch even voorleggen. Is er sprake hier van een ongelijke behandeling? Nee, dat zou, dat klinkt een beetje bot, maar dat zou alleen maar zo zijn als individuele erfopvolgers of eigenaren of erfgenamen van eigenaren van de koloniale roofkunst zich zouden melden en dan zou niks. Dan had je ongelijk. Maar Indonesië heeft zich gemeld, die jaren 70 al. Ja, nee, dat weet ik, maar dat is geen individu. Hè? Uiteindelijk zijn het verschillende grootheden wat onverlet laat dat ik ook vind dat het veel te lang duurt. Hè? En dat er vaart gemaakt moet worden, dat er vaart gemaakt kan worden. Okay. En dat een openbaar debat, een publiek debat daarover, zoals vanavond, maar ook door de musea, echt heel belangrijk is en urgent om dat goed te voeren. Dank u wel.
Dank, mevrouw Van Es. Mevrouw Matroos, u heeft nog één getuige. Wie roept u op? Ja, dat klopt. Ik zou mevrouw de rechter heel graag Pieter ter Keurs willen horen. Meneer ter Keurs, waar bent u geboren? In Delft. Sorry, ik verstond het niet goed. In de stad Delft. In de stad Sorry. Delft. U bent bijzonder hoogleraar antropologie, materiële cultuur aan de Universiteit van Leiden. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat u nu ook hoofd bent van de afdeling onderzoek en collecties van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, klopt ook. Ook dat klopt, ja. En hiervoor heeft u gewerkt bij het Museum Volkenkunde als conservator. Ja. Nou, fijn, dat klopt ook. Klopt het dat u daar verantwoordelijk was voor de samenwerking met Indonesië, met het Nationaal Museum in Jakarta met name? Ook dat klopt, ja. Fijn, dan geef ik het woord aan de advocaat. Bedankt, mevrouw de rechter. Meneer ter Keur, u heeft samengewerkt met het Nationaal Museum in Jakarta, hoorde u net aangeven. Hoe is deze samenwerking verlopen? Als ik dat heel kort samenvat, heel goed. We hebben in totaal zo'n 7 jaar gezamenlijk onderzoek gedaan, tentoonstellingen gemaakt, artikelen geschreven, over en weer adviezen gegeven over depotinrichting, et cetera. Ja, dus dat verliep heel erg goed. Als u in het licht van vandaag, en de diamant staat natuurlijk centraal, maar we willen hier ook mee aankaarten dat er natuurlijk meer objecten zijn die door het koloniale verleden in Nederlandse handen terecht zijn gekomen. Is er u iets opgevallen in die samenwerking waarvan u zegt, we moeten kritisch zijn om stukken, objecten terug te geven aan landen van herkomst? Ja, het is al eerder ter sprake gekomen hier. Het ligt vaak veel genuanceerder dan we denken. Een van de dingen is dat, en dat is ook al ter sprake geweest, Indonesië veel minder slecht af is dan veel Afrikaanse landen. Vanaf 1862... was de standaardregel dat collecties die verzameld werden, verdeeld werden tussen Nederland en Indonesië. En toen zat het bestuur van het toenmalige Bataviaans genootschap aan een hele grote tafel. Mm-hmm. En die besloten dan wat naar Nederland moest gaan en wat in Batavia, wat nu dus het Nationaal Museum is, zou blijven. En ons is opgevallen tijdens dat project dat we heel vaak met de Indonesische conservatoren door de depots in Leiden liepen. En dat ze vrij lacherig deden over bepaalde stukken. Want dan zeiden ze, ja, jullie hebben dit doosje in het zilver, maar wij hebben het in goud. Ja. En dat was omdat veel van die Nederlandse bestuurders van dat Bataviaans genootschap, die zaten toen nog een leven lang in Indië. He, men ging niet snel even op en neer. Mm-hmm. En die voelde er helemaal niets voor om dat spul aan die studeerkamergeleerden in Leiden te geven. Ja. Dus ze hielden heel veel objecten daar. Nou zit ik even te denken, dit verhaal, hoe dat illustreert, hoe u denkt over stukken die dan al dan niet terug zouden moeten kunnen. U schetst een beeld dat zij anders over zaken denken dan wij wellicht denken. Waarom zouden stukken wellicht niet terug moeten gaan naar Indonesië? Nou, er zijn een aantal dingen. Ik wil niet over één kam scheren zij. Hè. Er zijn natuurlijk ook groepen die wel dingen terug willen. Maar een van de dingen die mij heel erg opvielen, en daar ben ik ook nu nog mee bezig, is het feit dat objecten zijn niet dode dingen waar je zomaar mee kan schuiven. Objecten die zeggen iets over de relatie tussen mensen. Je geeft een object weg en dan heb ik een relatie met jou. Ja. En dan kun je in zo'n relatie besluiten of je iets teruggeeft of niet. En in dat kader heb ik dus ook meegemaakt dat mensen uit Malang in Oost-Java, we hadden het net over de Singasari-beelden die niet teruggegaan zijn, dat die in Leiden rondliepen en dat we daar uitgebreid mee aan het praten waren. Dat ze zeiden van wat fijn dat wij nu een definitieve relatie met jullie hebben middels die beelden. En dat is geen uitzondering. Hè? Er zijn andere verhalen uit de antropologie bekend, heel veel zelfs. Bijvoorbeeld van de Maori, van Nieuw-Zeeland. Hè, die zeggen, een object is nooit helemaal weg van de plaats van oorsprong. Elk object heeft een... Ja, ik probeer u goed te vertalen en ook goed te begrijpen. Ja. Bedoelt u hiermee dat ze in Indonesië het vaak ook prima vinden als hier
kunst blijft dat oorspronkelijk uit Indonesië komt? Ja, maar het hangt ervan af wat voor soort object. Iets dat heel overduidelijk uit koloniale roof met militair geweld hier naartoe gehaald is, is een ander soort object dan, moet ik wel hier zeggen, de meeste andere objecten zijn niet op die manier hier gekomen. Oké, dus die nuance wil u maken. Maar ja, als we dan nu kijken naar de diamant, daarvan weten we dat hij door middel van roofkunst hier naar Nederland is gekomen en in Nederlandse handen terecht is gekomen. Zou die dan terug moeten gaan naar Indonesië? Nou, ik denk als ik het nu zou moeten besluiten om even in die rol te stappen, dan zeg ik nog niet. En dat klinkt heel saai misschien. Maar ik denk dat we veel te weinig weten over wat er met deze diamanten aan de hand is. Wat ik mis in alle verhalen, ook in de krantenartikelen, dat is de mening van de lokale mensen. Hoe denkt men zelf over die diamant? Wat doen we? In hoeverre grijpen wij in de lokale politiek als we die diamant aan een van de nazaten teruggeven? Ja, u zegt het teruggavenverhaal is een lastig verhaal, want naar wie moet hij dan uiteindelijk teruggaan? Naar de staat of naar een van de nazaten van de sultan? Ja, tot nu toe is het zo geweest. Veel dingen die teruggegaan zijn, zoals het beeld van de Gardner Paramita, maar ook een gedeelte van de Lombokschat, die zijn niet naar Oost-Java of naar Lombok teruggegaan. Nee, die staan in het Nationaal Museum. En de mensen op Lombok voelen zich echt niet vertegenwoordigd door het Nationaal Museum. Ja. Dus het ligt heel, heel gecompliceerd. Okay. Ik snap de gevoeligheden. Ja. En u zegt, we moeten dat dus met heel voorzichtig moeten we dat doen. Aan de andere kant hoorde ik u ook zeggen, we moeten onderscheid maken als het gaat om zaken als roofkunst of kunstwerken die toch wel door misschien handel tot stand zijn gekomen, dat die in Nederlandse handen zaten. Dan toch begrijp ik nog niet, maar ik hoop dat u het ons en de juryleden ook wil uitleggen waarom we vanuit die gedachte, het is roofkunst, niet toch wat actiever ons kunnen opstellen om die kunst weer terug te geven naar het land van herkomst. Ik heb niet gezegd dat we ons niet actief moeten opstellen. Ik denk dat we er veel meer over moeten weten. Ik denk dat we juist actiever moeten worden. Maar dat we ook daarnaartoe moeten. Tot nu toe is het vooral een discussie van Nederlandse kranten en Nederlandse musea. En allemaal heel fijn en heel mooi. Maar het is maar een heel klein deel van het verhaal. Als wij alleen die discussie voeren, dan wordt het, sorry dat ik het zeg, een soort neocoloniaal verhaal. Dan wordt het een verhaal alsof wij weer gaan besluiten wat er moet gebeuren. En het is veel ingewikkelder dan dat. Ja, en u geeft ook aan, als ik het wel heb begrepen, dat de discussie hier in Nederland vaak vanuit een koloniaal schuldgevoel wordt gevoerd. En dat ze in Indonesië al veel verder zijn en helemaal niet met dat koloniale verleden bezig zijn. Als ik u goed citeer, zou u het kunnen uitleggen? Nou, het is wel zo dat natuurlijk ook daar weer zijn verschillende groepen. Er zijn natuurlijk mensen die heel erg met dat koloniale verleden bezig zijn. Maar heel veel mensen ook juist niet. Heel veel oriëntatie op Zuidoost-Azië en veel minder op Nederland de laatste jaren. Ook de hele modernisering van de steden. Daar blijkt weinig gevoel uit voor dat koloniale verleden. En wij hebben dus in 2005 een hele grote tentoonstelling in het Nationaal Museum gemaakt over het verzamelen van die koloniale verzamelingen. En daarna is die tentoonstelling in Amsterdam in de Nieuwe Kerk geweest. En daar was heel frappant dat de scherpte die wij wilden aanbrengen eigenlijk door de Indonesiërs een beetje afgehaald werd. Ja, zij wilden dat niet op die manier neergezet hebben. Wat in discussies over voorwerpen vaak vergeten wordt, is dat we eigenlijk het moeten hebben over relaties tussen mensen. Ja. En zij wilden goede relaties met ons. Ja. Dus daar kun je die voorwerpen voor inzetten. Dat kan betekenen in zekere omstandigheden teruggaven, maar dat kan ook heel iets anders betekenen. Ja. Nou zegt u, we moeten voorzichtig zijn om roofkunst direct terug te geven. Omdat er wellicht gedoe komt over van wie is dan die diamant en dat daar ruzie over ontstaat. Of dat ze er wellicht wel of niet op zitten te wachten om die diamant terug te krijgen. Is dat niet gewoon een discussie die zij daar moeten voeren? Want als je weer teruggaat naar het begin, die diamant komt uit Indonesië. Die is door verkeerd handelen in Nederlandse handen terechtgekomen. Heeft daarna een hele geschiedenis gehad.
even los van alle verhalen, dat is wel wat we kunnen constateren. Moet je vanuit dat gegeven niet gewoon zeggen, we geven het terug aan Indonesië en zij moeten dat debat met elkaar voeren, wat ze ermee willen en hoe ze het verhaal willen vertellen? Nee, ik denk dat je op het moment dat je het teruggeeft, dat je inderdaad geen recht meer van spreken hebt en dan is het volledig aan de nieuwe eigenaren wat ze met dat stuk doen. Daar ben ik het mee eens. Maar voordat je het teruggeeft, moet je je goed realiseren dat je je mengt in een lokale situatie, in een politieke situatie die zeer explosief kan zijn. Ja. En daarbij vind ik dat we veel meer moeten weten, en dat hangt daarmee samen, over precies de status van het voorwerp. Hè. Mm-hmm. Ik vroeg net even aan Jan de Hond, is het uit een lokale diamantmijn afkomstig of is het geïmporteerd van een andere bron? Dat is heel belangrijk voor hoe mensen over dat voorwerp denken. Ja. En daar hangen dit soort discussies mee samen. Ja, en dan toch zou ik terug willen naar de vraag of dat niet aan hen is om daarover te discussiëren wat ermee zou gebeuren. Ik vraag dat ook omdat een veelgehoord argument is dat mensen opwerpen dat er in Indonesië niet voldoende kennis en traditie is voor het conserveren van de objecten. Dit past een beetje in de lijn van wij moeten het niet te snel teruggeven, want misschien kunnen ze er niet goed over oordelen. Ik vertaal het nu even mijn eigen woorden, zeg ik daarbij. Maar is het niet heel erg dat wij er nu boven gaan staan door te zeggen dat zij dat niet kunnen oplossen? Ja, maar ik vind dat ook inderdaad niet zo'n sterk argument. Ik denk dat je niet moet oordelen over de museale situatie daar. Maar je moet wel een dialoog aangaan over dat stuk, over dat voorwerp. En daar hangt heel veel mee samen. Ja. Maar u vindt niet dat de verantwoordelijkheid voor de dialoog in Indonesië moet komen te liggen en dat zij bepalen hoe ze die dialoog voeren en wat ermee moet gebeuren? Want als we teruggaan naar het begin, de diamant is van Indonesië. Nou, ik denk in hun ogen, de diamant die komt uit de grond, die is van de aarde. Dus die is. Ja, nee, maar dat klinkt heel flauw. Maar die overstijgt dit soort tegenstellingen, dit soort belangen. Maar als u vanuit dat principe uitgaat, dan kan er nog heel veel kunst. Ja, maar dan, terug maar, naar de aarde. Nee, maar dan betekent. Ja. Nee, maar dan betekent het dus dat je. En dat is ook in het geval van deze diamant zo. Je kunt niet alleen maar zeggen, het is een kwestie van de Indonesië. Deze diamant is vanwege het geschiedenis van het object een object dat een zekere relatie aangeeft. Een gewelddadige relatie in bepaalde opzichten, maar ook in bepaalde opzichten. Ja, en ik begrijp het verhaal. U zegt de relatie is daar heel belangrijk. Dus je moet beide die discussie voeren. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, degene die de diamant heeft, die staat natuurlijk sterker in een discussie. Terwijl je misschien ook zou kunnen zeggen, we geven de diamant terug naar de eerste eigenaar. Vanuit de grond is hij naar de sultan gegaan. En daar laten we de discussie voeren. Ja, maar het is niet zo dat degene die de diamant heeft sterker staat. Zeker niet in hun ogen. U geeft daarbij ook aan dat de discussie hier vooral vanuit koloniaal schuldgevoel gevoerd wordt. En dat we daar vaak eigenlijk wel de plank mee misslaan. Wat is er erg aan om vanuit ons schuldgevoel te doen rechtkomen wat ooit is fout gegaan? Omdat wij met ons schuldgevoel ook heel veel schade kunnen doen daar. Wat voor schade? Wat ik al noemde, een van de dingen is, er zijn verschillende nazaten ongetwijfeld van de sultan. Ik ken de details niet. Mm-hmm. Er zijn provinciale autoriteiten, er zijn nationale autoriteiten. Er is een grote kans dat, tenminste, dat was zeker zo in de Suharto-tijd, dat de nationale autoriteiten die voorwerpen niet doorlieten gaan naar de gebieden zelf. Want ze waren veel te bang dat zo'n pusaka, zo'n belangrijk erfgoed, tot een opstand zou leiden. Dus je mengt je nogal in iets, in een heel. En dan mijn slotvraag. Als we kijken naar het koloniale verleden, vertelden we altijd wat er beter was voor anderen. Ja. Vanuit onze machtige positie en vanuit de stukken die we in bezit hadden. Zegt u nu niet gewoon hetzelfde? Nee, ik zeg juist dat we dus veel meer rekening moeten houden met die ander. En dat we de discussie met die ander aan moeten gaan. Door te zeggen dat wij dat moeten aangeven hoe zij die discussie moeten voeren. Nou, ik zou heel graag willen weten, bijvoorbeeld wat die diamant betreft, hoe zij daar zelf over denken. Ja, dat is duidelijk. Duidelijk, ja. Dank u wel. Dank.
Dank meneer Terkeurs, dank mevrouw Matroos. Dan zijn we nou aangekomen eigenlijk bij het belangrijke gedeelte van deze avond. U mag zo direct uw oordeel uitspreken over het lot van de diamant, maar ik wil u eventjes de tijd geven, want misschien heeft u nog vragen aan een van de mensen die zojuist gesproken hebben. Steekt uw hand op, gaat u staan, dan komt er iemand met een microfoon naar u toe. Schroom niet. Ja, daar is iemand. Kunt u gaan staan en even zeggen wie u bent? Ja, hallo, ik ben Martijn Eikhoff. Ik heb eigenlijk een vraag aan de organisatoren. Zijn er ook Indonesiërs uitgenodigd voor dit panel om te horen hoe zij hierover denken? Of waarom wel, waarom niet? Een van de organisatoren, ja? We hebben inderdaad contact gezocht met de ambassade uit Indonesië, of de Indonesische ambassade. Ik heb die meermaals gemaild. Ik heb die geprobeerd te bellen, maar we hebben daar geen contact mee kunnen krijgen. Helaas. Dat is heel betekenisvol, denk ik. Dat lijkt me heel betekenisvol in de context van deze discussie. Maar jullie hadden natuurlijk ook op andere niveaus kunnen zoeken en niet alleen op het officiële niveau. Maar ik wil niks onaardig zeggen, hoor. Ik vind het heel boeiend en interessant, maar soms moet je even volhouden misschien. Ja. Dank u wel. Het is heel legitiem, deze vraag. Ja. Wie nog meer? Mijn vraag is aan de sprekers of jullie wetenschap hebben van een land met een koloniaal verleden dat het wel heel erg goed doet in dit soort kwesties. In betrekking tot het teruggeven van kunst die stamt uit die tijd. Ik denk dat een van de sterkste voorbeelden is, het klinkt raar, dat is Nieuw-Zeeland. Dat was ooit een Britse kolonie. En in de koloniale periode zijn heel veel getatoeëerde Maori-hoofden daar weggehaald. En die zijn in Europa, in musea, particuliere collecties, Noord-Amerika verspreid geraakt. En dankzij de inspanningen van de Maori-community, het Nationaal Museum en de nationale regering, is er een heel compact programma om die terug te krijgen. En ik geloof dat ze er nu nog 54 terug moeten halen, waarvan er 2 in Brussel liggen. En dan hebben ze ze allemaal terug. Dat vind ik een heel goed voorbeeld. Dank. Wie nog? Daar is er iemand. Mijn naam is Olmo, goede bekende van Jos van Beurden, zijn zoon zelfs. ik had eigenlijk een vraag aan meneer Terkeurs, als ik uw achternaam goed uitspreek. Waar ik mezelf last in kon vinden is eigenlijk dat u zei betreffende de diamant, dat het momenteel nog niet het juiste moment is om het terug te geven, omdat we eigenlijk nog niet goed weten aan wie hem dat terug moet geven. Nou, dat is op zich iets waar ik me in kan vinden. Aan de andere kant denk ik van ja, dan gaan wij dus als Nederlanders of welke instanties daar ook bij zijn betrokken, gaan wij eigenlijk over iets onderzoeken, gaan wij iets proberen te beoordelen, waar de lokale mensen eigenlijk waarschijnlijk een stuk meer van weten. Zou het niet een beter idee zijn om toch te gaan kijken van nou, hoe kunnen we nou een discussie opwekken in bijvoorbeeld in dit geval Indonesië, om ervoor te zorgen dat zij, de mensen met de meer kennis dan de mensen hier, dat zij actief kunnen gaan achterhalen van oké, bij wie hoort die diamant en hoe krijgen we die terug? Heeft dit een knop? Ja. Als ik u goed begrijp, dan pleit u eigenlijk voor hetzelfde als waar ik voor pleit. Meer onderzoek bij de mensen zelf. Meer met de mensen zelf praten. Wij hebben daar een begin mee gemaakt in dat samenwerkingsproject waar u aan refereerde. Door met de conservatoren van het Nationaal Museum het veld in te gaan. Naar Kalimantan, naar Sulawesi, naar de Molukken. Met foto's van de voorwerpen. En in een enkel geval heeft dat bijvoorbeeld geresulteerd in de constatering dat weliswaar hun Pusaka in het Nationaal Museum liggen. Daar waren ze niet altijd even blij mee. Maar zeg ja, eigenlijk is het ook wel goed, want dan is het er in ieder geval nog. Maar dan wilden ze wel voor de belangrijke jaarlijkse rituelen bijvoorbeeld die belangrijke kris lenen. En dat wordt dus sinds die tijd ook gedaan. Dus je moet
door het opwekken van die dialoog en door het onderzoek doen en door het, eigenlijk als een antropoloog, het is niet voor niks dat ik zelf antropoloog ben, dus dat ik op deze manier praat, maar op die manier moet je eigenlijk het object weer tot leven roepen. Want in een museum, wij zeggen wel dat zijn topstukken, we leggen het in een vitrine, maar wat een museum in feite doet, in veel gevallen, dat is dat hij het object doodt. Een object heeft namelijk een bijzondere kracht voor de mensen zelf. Een rituele kracht, heeft een, kan mensen doden, kan agressief zijn, kan aardig zijn, kan voor vruchtbaarheid zorgen. En wat wij in een museum doen, niet alleen als we het in een depot leggen, maar ook in een vitrine, zo eigenlijk het liefst zo neutraal mogelijk. Nou, en daar moeten we eigenlijk van af. Je moet dat object weer actief maken. En dat kan volgens mij in dit soort gevallen alleen maar in dialoog met de mensen waar het object vandaan komt. Dus ik denk dat we niet zo heel ver verschillen. Dank. Daar aan die kant, ja. Ja. Ik heb een hele kleine vraag. Ik verbaas me een beetje dat het niet expliciet aan de orde is gekomen. Kunt u even zeggen wie u bent? Ik ben Reimer Scheffold, ik ben Indonesianist van Universiteit Leiden. En ik heb niet gehoord vanavond dat expliciet gezegd werd of Indonesië überhaupt gevraagd heeft om die diamant terug te krijgen. En zo niet, is het interessant waarom ze dat niet vragen. En zowel is eigenlijk geen reactie erop gekomen door uw tribunaal. De tweede vraag die ik had was heel mijn begin. Er werd gezegd dat Nederland zich gemengd heeft in een twist tussen twee broers over de erfopvolging. En er werd ook niet duidelijk gemaakt of dat gebeurde op grond van een actieve inmenging van het Nederlands bestuur, zodat ze eigenlijk daar helemaal niks te zoeken hadden, of dat ze daar gevraagd waren om dat te doen. Ja. Wie van u kan hier antwoord op geven? Ja, meneer De Hond. Er is geen claim. Het is niet teruggevraagd door de Indonesische regering. Het tweede gedeelte over de inmenging. Ze zijn niet gevraagd. Ze zijn zelf, het Nederlandse regering heeft, of het Nederlandse leger is daar zelf naartoe gegaan. Sterker heeft het ook eenzijdig het sultanaat meteen opgeheven. En dat had ongetwijfeld ook te maken met het feit dat 10 jaar eerder er kolen gevonden werden. En de interesse voor Banjarmasin, voor de Nederlandse Indische regering, ineens veel groter werd vanwege die kolenmijnen. Die wilden ze heel graag direct onder hun bestuur hebben. Duidelijk. Ja, meneer. Ja, dat er geen claim is, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik kom met name in Afrika veel ministers van cultuur, directeur van Nationale Musea tegen, die eigenlijk een beetje mur zijn geslagen. En die zeggen, we hebben al zo vaak aangegeven dat we bijvoorbeeld oorlogsbuit uit Frankrijk terug willen hebben. En er wordt gewoon niet op gereageerd. En een tweede punt wat ik daarover zou willen zeggen is dat Indonesië is misschien niet zo geneigd om claims neer te leggen. Maar je ziet wel, toen een aantal jaren geleden de pelgrimstaf van een van Indonesië's nationale helden werd teruggegeven door de familie, door de nazaten van de familie Bout, hoe blij men was in Indonesië. Daar was men heel positief op. Dus dat er niet altijd een claim ligt, dat zegt niet alles. Goed, we hebben, ja, daarachter is nog iemand. En dan daar, ja. Oh, ik dacht dat u de hand opschreef. Nou, een veelgehoord argument ook vanuit Indonesië. Zegt u even wie u bent, hoor. Marcelina. En na 1949 was dat teruggaven van alle objecten ook onderdeel zou uitmaken van soevereiniteitsoverdracht. Hoe zien jullie dat? Is het allemaal, zeg maar. Nog even herhalen de vraag. Het teruggeven zeg maar, van alle objecten, dat het onderdeel zou zijn van volledige soevereiniteitsoverdracht. Of de teruggave van alle objecten onderdeel is van de soevereiniteitsoverdracht? Ja. Ik snap hem niet helemaal. Of? Ja, ik denk dat ik ongeveer wel weet waar je aan refereert.
1949, bij de onafhankelijkheidsbesprekingen, voor Indonesië is het trouwens niet 1949, hè, maar vier jaar eerder. Is al gesproken over restitutie. Die documenten zijn later door Suzanne de Ligène boven water gehaald. Daar is overigens niet gesproken over teruggave van alle voorwerpen waar jij een beetje aan refereert. Maar er werd wel degelijk gezegd dat dat zeer binnenkort op de agenda zou komen. En er worden ook wel een aantal stukken genoemd. Dat is toen eigenlijk decennia lang niet erg op de voorgrond getreden. Eén reden daarvoor is ongetwijfeld dat Indonesië zelf zo bezig was om die eenheidsstaat te creëren. Er stonden andere dingen op de agenda, waren andere dingen op dat moment belangrijker. Maar in de 70er jaren, met name in de context van UNESCO-discussies, is dat heel erg op de agenda komen te staan. En toen is Nederland, tot irritatie van Engeland, Frankrijk en dergelijke, overgegaan tot het teruggeven van de Partner Paramita en een deel van de Lombokschat. En dat is al genoemd bij die onafhankelijkheidsbesprekingen in 1949. Dus dat is wel juist. Dank. Er was nog iemand erachter, ja. Hoi, ik ben Mateo Ilic en het is meer een reactie eigenlijk dan een vraag, maar ik zou wel graag een reactie op willen. Wat ik vanavond gehoord heb over het algemeen is dat alles wordt via een westerse definitie weergegeven. Dus ik heb net van, nee, het is geen schending van mensenrechten, want de westerse definitie van die mensenrechten, daar komt er niet in overeen. Dus wat er is gebeurd, dan 4 eeuwen geleden worden rechten geschonden, omdat Europa het uitkomt. En nu weer wordt het heel ingewikkeld gemaakt, lijkt mij, om iets terug te geven, weer door Europese wetten die gemaakt zijn, zeg maar. Wat zou u dan voorstellen? Wat ik voor zou stellen is om het wat minder ingewikkeld te maken. Het lijkt alsof, zeg maar, de regels die spullen binden hier, en dat Europa gewoon de regels zo maakt, zodat het extra moeilijk wordt om die spullen terug te geven. In plaats van om het te versimpelen van, wij waren 4 eeuwen geleden gewoon fout en die dingen moeten terug, zonder dat er allemaal Europese regels aan verbonden zijn, zeg maar. Dus je bedoelt zonder meer teruggeven? Ja, gewoon zonder meer teruggeven, want gestolen is gestolen. Gestolen is gestolen. Ik zal proberen om er iets over te zeggen. Dat zou hartstikke mooi zijn, hè, als verdragen of wetten daarop gericht waren. Maar de werkelijkheid, zeker van die, nou, bijvoorbeeld die UNESCO-verdragen, die multilaterale verdragen in dit verband, is dat er alle lidstaten die daarbij betrokken zijn niet allemaal dezelfde belangen hebben. Dat is niet fijn, niet zo mooi, maar wel de realiteit. Dus er zijn landen die belang hebben om objecten, stukken terug te krijgen. Maar er zijn ook landen, nou, jij noemde net al Frankrijk en Engeland, die Nederland kapitelde over terug, hè, die zeggen, ja, maar wij hebben toch ook legitieme belangen. Wij hebben, of stukken zijn in bezit van musea die helemaal niet, die helemaal niet als rovers kan aanmerken, maar die uit liefde voor de kunst, uit goedwillende motieven, et cetera, daar heel goed, die stukken heel goed bewaken, bewaren, hè, daar goed voor zijn, bij wijze van spreken. Dus die verschillende belangen zie je terug uiteindelijk in de teksten van die wetten, die, geef ik toe, daar ook niet eenduidiger op worden, hè, die toch al die belangen moeten en willen verdedigen. Ik ben het al met je eens. Uiteindelijk zou het erom gaan dat er in dit geval dan in West-Europa, of de voormalige kolonisatoren, dat daar om te beginnen is een eenduidige uitspraak gedaan wordt over dat het principe zou moeten zijn, hè, dat objecten of kunstvoorwerpen terug zou moeten waar ze vandaan komen. Ik denk ook eigenlijk dat het dan veel minder onbevredigend zou zijn als het een tijd zou duren, of dat je ontzettend veel zou moeten oplossen, et cetera. Als maar duidelijk is wat de principekoers is. Dankjewel, mevrouw Van Es. Ik vind dat we het hiermee eigenlijk aan jullie allemaal kunnen voorleggen. Ze heeft gezegd, eigenlijk zou het om het principe moeten gaan. We willen graag van jullie horen
na alles wat jullie vandaag, vanavond hebt gehoord en gezien. Wat vinden jullie? Moet die diamant van Banjarmasin terug naar Indonesië of niet? Wie vindt ja, steekt zijn hand op. Sorry. Wacht even, mag even nog de microfoon bij je komen. Hallo, ik ben Caleb de Groot. En het hele idee Indonesië is wat dat betreft een te groot geheel om zoiets terug te geven. Ik denk dat dat dus terug moet naar de rechtmatige eigenaar van waar die gejat is. En dat hele idee Indonesië is wat dat betreft een te grote natie of te grote staat. Ja, ik begrijp het, maar dan verstaan we elkaar wel. Want de vraag is, van, moet het dus bij wijze van spreken in het Rijksmuseum blijven of moet hij terug naar Indonesië? Ja, dat is even dus het containerwoord nou, maar dan zou er verder gezocht moeten worden, moet het inderdaad naar de erfgenamen of zo. Maar de vraag is dus, moet het hier blijven of moet het terug? Ik vraag u nogmaals, ja of nee? Wie is er voor ja? Ik kijk even naar Melissa. Is dat een meerderheid of is dat een 50-50? Sorry? Deze mensen vinden dat hij weg moet. Ja. Wat zeg je? Handen omhoog, dat is de meerderheid, zeg je. Ik ben nog niet overtuigd. Nee, de vraag is, nog een keertje hoor, sorry. Nog een keer. Wie vindt dat die diamant hier moet blijven? Dat is duidelijk een minderheid, dit. Dus de meerderheid is ervoor dat die diamant terug moet naar de bron waar die vandaan komt. U wilt nog iets zeggen hierover? Ja? Mijn naam is Jelle Boef. Ik denk dat die vraag niet zo makkelijk met ja of nee kan worden beantwoord. Ik neem de vrijheid om me te onthouden van stemming. Ja, u mag zich onthouden. Ja. Nee. Ja. Maar ik net heb gezien. Daarmee vind ik de discussie te eenzijdig. En niet genuanceerd genoeg. Ja, ik respecteer uw mening. Maar de meerderheid heeft net wel aangegeven, tenminste de meerderheid van deze mensen die vanavond optreden als jurylid, u ook, heeft aangegeven dat ze dus ervoor zijn dat het teruggaat. En als u daar niet voor bent, vanwege ja, ik weet niet, ik moet dit nog weten, ik moet dat nog weten, of het is te eenzijdig, maar ik wil wel hiermee aangeven dat de meerderheid van u allemaal ervoor is om het terug te geven. Tenzij u nog zegt van ja, nou, nee, dit is. Ik wil tot slot graag het woord geven aan Martine Gossink van het Rijksmuseum. Hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Ik ben ontzettend benieuwd, ik denk wij allemaal. De meerderheid zegt ja, geef dat ding maar terug. Wat het Rijksmuseum hiervan vindt en wat het Rijksmuseum met zo'n advies, als ik dat zo mag zeggen, kan doen. Mag ik dat nu doen? Ja. Ja? Martine Gossink. Gosselink, ja. Hoe lang heb ik, mevrouw de rechter? Sorry? Hoe lang heb ik? Hoe lang heb je? Heb je zoveel? Ik kap je wel af als het te lang wordt. Dat ben ik gewend. Heel, heel fijn dat we deze discussie hebben vanavond en voor ons heel erg waardevol. Dus nu al zou ik iedereen enorm willen bedanken voor zijn bijdrage en alle wijsheden en alle vragen en alle adviezen die, waar wij absoluut iets mee kunnen doen. We zijn in 2010 begonnen met het plan om
onze collectie, koloniale collectie, is goed te onderzoeken. Daar hadden we helaas niet de tijd voor. We moesten eerst open, tentoonstelling bedenken, et cetera. Dus pas heel recent zijn wij begonnen met een pilotproject waar Jan de Hond het al over had. En dat pilotproject bestaat uit het onderzoeken van 10 objecten. En die objecten die kunnen pars pro toto zijn voor een groter deel van de collectie. Die kunnen ook op zich staan. Het zijn niet de usual suspects per se. Sommige ook weer wel, zoals de diamant van Banjarmasin. Als dit pilotproject is afgerond, en dat is komende februari, dus al heel snel, dan zal daar een aantal aanbevelingen uit voortkomen. En die aanbevelingen die gaan richting onze directie. Van, goh, er is vervolgonderzoek nodig. Of eigenlijk hebben we het hier wel mee, de kern hier wel mee te pakken. Misschien moeten we een onderzoeksteam van, met buiten, mensen van buiten aanstellen, zoals NIOT of het KJTLV of Huygens ING. Daar valt allemaal over na te denken. Nou, dan zijn wij met het Rijksmuseum zover dat we op een zeker moment een x-aantal objecten van de collectie hebben onderzocht. Ik vind dat überhaupt de taak van elk museum, dat je moet weten waar je collectie vandaan komt. Dit is een vaag gebied, hè. We hebben een koloniale collectie. Soms zijn objecten bewust schimmig en vaag gehouden. We hebben een kanonnetje uit Sri Lanka, ontvreemd in de 18e eeuw van de koning van Kandy. Dat heel lang door is gegaan voor een kanon van Michiel de Ruiter. We weten niet of dat bewust zo is gegaan of dat dat ineens zo is ontstaan. Maar het feit is wel dat er verschillende herkomsten aan objecten worden geplakt. En ik vind het onze taak als musea in Nederland om daar goed onderzoek naar te doen. Nou, daar kunnen vragen uit voortkomen. Die vraag kan zijn, moet het object terug, ja of nee? Voelen we ons er goed bij of niet dat dit object nog in Nederland of in een collectie van het Rijksmuseum er is? Nou, dan gaan we naar het ministerie van OCW toe en van Buitenlandse Zaken. Want wij als Rijksmuseum, dat is niet om flauw te doen om er van af te maken, maar wij beheren alleen maar de collectie van de staat der Nederlanden. De overheid heeft hier een behoorlijke stem in. Dus dan gaan wij praten met de ministerie van, goh, moet er niet een beleid geformuleerd worden, zoals meneer Van Beurden aangeeft? Zijn er niet regels te bedenken op basis waarvan we ja of nee kunnen zeggen? En proactief, dus zonder dat er claims per se moeten zijn, daar ben ik een groot voorstander van, dat we proactief vanuit eigen beweging na gaan denken of over die objecten wel of niet in ons land thuis horen. Dan kunnen we regels gaan formuleren of die objecten al dan niet terug kunnen. Nou, stel dat dat allemaal ja is en er is een algemeen gevoelen dat we dat zouden moeten doen. Dan nog, en daar ben ik het heel erg mee eens met meneer Terkeurs, dan nog kan je niet zomaar zeggen, hier, we gooien het over de schutting, cold turkey en doe er maar mee wat je wilt. Dat lijkt makkelijk, maar dan maken we ons er te makkelijk vanaf. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dus dan zal er inderdaad een discussie, liefst al daarvoor gaan plaatsvinden met het land van herkomst. En in dit geval, Indonesië, kan ik meedelen dat wij daar net zijn geweest in het National Museum in Jakarta. We hebben gesproken met de DG van het ministerie van Cultuur. Zeer welwillend, zeer open, zeer open voor dialoog. Ik hoop ook heel erg dat we samen tot een set regels kunnen komen of afspraken kunnen komen. En dan kun je gaan nadenken over welk object is waar het best op zijn plek. Het kan best zijn dat een object hier rechtmatig niet thuis hoort, maar dat het hier wel een veel beter verhaal vertelt. En dat de functie hier veel groter is dan in Indonesië. En dat Indonesië misschien veel meer baat heeft bij een mooie Van Gogh, ik zeg maar wat. En dan kan je gaan ruilen. Dat is ook nog een optie. Dat je gaat nadenken over wie heeft meer baat bij wat. En dat vind ik echt een discussie. En dat vind ik echt openstaan voor elkaars belangen en voor elkaars ideeën en voor elkaars wensen. En ik hoop dat we daar naartoe kunnen in plaats van alleen maar heel strak en dogmatisch ja of nee, het moet terug. Toch wel, ben ik wel benieuwd wat mevrouw Van Es net zei over het principe. Hoe sta je als Rijksmuseum tegenover wat net is gezegd? Het principe om terug te geven. Ja. Of nee? Ja. En wat ik al zeg, er hoeft niet een claim te zijn. Ja. De actie van de Pusaka-staf van Dipenegoro, die kwam bij ons terecht een paar jaar geleden. En we hebben gezegd, we gaan onderzoek naar doen, maar wellicht is het veel beter om ermee naar Indonesië te gaan. En dat is gebeurd.
terwijl er helemaal geen claim was. Dus ja, proactief teruggeven als het niet rechtmatig tot onze collecties behoort. Ja, en dan ga je uitzoeken of wat die meneer net zei van ja, Indonesië, dat is zo'n groot containerbegrip. Waar moet zo'n diamant naartoe? Ja, dat is een hele moeilijke. Dat is een hele lastige. Nogmaals, als je er gemakkelijk van af wil maken, dan gooi je het over de schutting. En dat lijkt misschien de ideale oplossing, maar dat is het niet. Geloof me, maar dat is het gewoon niet. En dat is niet een excuus om de objecten langer bij ons te houden. Want het gaat ons niet om dat we het per se willen houden. Hoe prachtig en belangrijk die objecten ook zijn, daar gaat het niet om. Je wil samen tot die oplossing komen. En dat kan inderdaad de sultan van Banjarmasin zijn. Of het volk van Borneo. Of het Nationaal Museum in Jakarta. Ik durf daar werkelijk helemaal niets over te zeggen. En misschien blijft hij ook wel voor eeuwig in Nederland. Om redenen die ik net al heb aangegeven. Hartelijk dank, Martina Goslink. Heel fijn. Ja. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor jullie oor en voor jullie woorden die jullie gezegd hebben hier. Ik wil deze hoorzitting voor gesloten verklaren, maar niet nadat ik heel hartelijk dank heb gezegd aan de mensen van de Bali Academie, Melissa Lovewong, Rosemarijn van Kalmthout en Salash Tsia. Ze hebben echt enorm veel werk gedaan. Ze hebben mij helemaal gebriefd. Ze hebben Diana helemaal gebriefd. En ze hebben jullie bij elkaar gebracht. En ik hoop dat jullie een hele goede avond hebben gehad. Dank jullie wel. APPLAUS